welkom bij deze Q&A. Mijn naam is Elisabeth Geluk. En ik heb begrepen dat jullie het wel heel erg leuk zouden vinden om te weten hoe het nou eigenlijk met Samaranch gaat. Sommigen van jullie weten dat Samaranch eind 2018 met wedstrijdpensioen is gegaan. En sindsdien hebben we niet zo heel veel meer van hem gehoord. Nou, even voor de kijkers die Samaranch dan niet kennen. Samaranch is mijn eerste echte eigen paard waarmee ik heel veel internationale concoursen heb gereden. En vooral de laatste jaren had hij het heel goed gedaan in de U25 en in de Grand Prix. En eind 2018 heb ik tijdens het concours It's All Dressage afscheid genomen van de internationale wedstrijdsport. Het idee was toen om Sam af te gaan trainen en dat mijn broer bijvoorbeeld hem nog een keer zou starten. En dat ik met hem samen kliniek zou kunnen rijden. Maar toen heeft Sam best wel een groot ongeluk gekregen in de wei, waardoor zijn griffelbeentje gebroken is. Nou, na maanden herstel kan ik nu eindelijk weer rustig met Sam stappen. Maar het is wel zo dat de dierenartsen zien het eigenlijk niet meer gebeuren dat Sam Ranch weer echt ook al zijn oefeningen zou kunnen. Dus het enige wat we nu doen is poetsen en lekker met hem buiten rijden. En dat gaan we nu doen. Ik denk dat ik Sam er nog steeds de meeste plezier mee doe. Dat ik hem nog een heel veel aandacht geef, dat we hem heel veel poetsen. Dat we hem troetelen en knuffelen. Want het was voor hem wel een klein beetje wennen dat hij ook niet meer mee mocht naar wedstrijden. Niet meer mee mocht naar de trainingen. Al die andere paarden mochten dan wel mee op de vrachtwagen en hij moest thuis blijven. Maar ik denk dat hij het nu echt wel heel erg naar zijn zin heeft. En hij wordt nu 14 april, alweer 21. Wil ik jullie bedanken dat jullie naar het filmpje hebben gekeken over Samaranch. En nu is mijn vraag, wat willen jullie van mij weten? Stel je vraag onder dit bericht en ik ga een van jullie vragen beantwoorden.